Dag en welkom bij deze online video vanaf het vertrouwde dak hier in New York. Naast mij Erik Maataan. Erik, jij en ik gaan het hebben over de berichten dat Donald Trump aan toenmalig FBI-baas James Comey zou hebben gevraagd om het onderzoek, het FBI-onderzoek, naar Mike Flynn te stoppen. Allereerst eventjes, het is een krankzinnige week geweest de afgelopen 7 dagen. Er is veel gebeurd. Toch is dit bericht misschien nog wel de belangrijkste die naar buiten is gekomen. Ja, en dat komt omdat Trump nu mogelijk iets gedaan heeft dat de wet zou kunnen overtreden. Tenminste, dat zeggen grondwetdeskundigen. Die zeggen dat de president misschien iets gedaan heeft wat strafrechtelijk niet kan als dit bewezen wordt. En daarom is dit bijna nog belangrijker dan alles wat we eerder hebben gehoord, Michiel. Ja, en wat hebben we allemaal eerder gehoord? Wat is hier precies aan vooraf gegaan? Nou, we weten dat in februari de nationale veiligheidsadviseur Mike Flynn is ontslagen. Hij had gelogen tegen de vicepresident. En de FBI onderzoekt die meneer Flynn nu om te kijken of hij samenspande met de Russen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. De FBI-directeur die dat onderzoek leidt, die is vorige week ontslagen door de president. En die FBI-directeur is nu aan het lekken geslagen en die zegt dat president Trump aan hem heeft gevraagd om het onderzoek naar die meneer Flynn, die adviseur, om dat stil te leggen. Nou, dat is nogal een beschuldiging. Ja, waarom eigenlijk precies? Want Trump die opkomt voor zijn veiligheidsadviseur, die hem in bescherming neemt, dat klinkt, nou ja, only human, zou je zeggen. Ja, waarom is het zo? Dat zou je denken, alleen je hebt natuurlijk de scheiding der machten. Hè? De president mag zich niet bemoeien met het justitiële apparaat. Hij mag niet proberen een onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek, te beïnvloeden. En zeker niet als dat onderzoek gaat naar zijn eigen verkiezingscampagne. Want dan zou je kunnen zeggen, hij probeert druk uit te oefenen op justitie. Dus de president, wat hij de afgelopen tijd heeft gedaan, zoals het ontslaan van die FBI-baas of het lekken van geheimen aan de Russen, dat mag hij doen. Dit is van een andere categorie. Ja. Het ontslaan en het lekken naar de Russen, dat zijn berichten waarvan we weten dat het waar is. Dat is hier nog maar de vraag, toch? Dat klopt. En dat is van belang. Het Witte Huis ontkent ook dat Trump dat gevraagd heeft aan die FBI-directeur. En je moet niet vergeten, die FBI-directeur die heeft een appeltje te schillen met Trump, want die is ontslagen door Trump. Dus nu is het de vraag van wat zijn er voor bewijzen. Parlementaire onderzoekscommissies die zullen dan ook zeggen, we willen de verslagen zien van gesprekken tussen de president en de FBI-directeur. Dat wordt allemaal bijgehouden in het Witte Huis. En die FBI-directeur die heeft allemaal notities gemaakt en die gaan ze ook opvragen. En interessant is dat in het verleden is gebleken dat de notities die zo iemand maakte op het moment van het gesprek, die zijn toelaatbaar in de rechtbank. Dus het zou wel eens tot een hele rechtszitting kunnen gaan. Ja, Comey heeft dus memo's. Trump heeft eerder gezegd, Comey, hou op met de media babbelen, want ik heb tapes. Gaat dat nog een rol spelen in het nieuws de komende dagen? Het zou absoluut kunnen. Hè? De president zinspeelde erop dat hij een bandopnames heeft, een soort recorder ergens in het Oval Office heeft. In het verleden als zakenman heeft hij dat ook gedaan, heeft hij mensen telefoongesprekken opgenomen. Op dit moment wil het Witte Huis niet bevestigen of er dat soort bandopnames zijn. Maar dan wordt het wel heel erg Nixon-achtig, want die struikelde ook over bandopnames. Ja. Je noemde al even het parlement, parlementaire onderzoeken. Hoe reageert Washington D.C.? Dat de Democraten op hun achterste benen staan, nou, dat kennen we. Mm-hmm. Hoe staat het met zijn Republikeinse partij? Nou ja, die is voorzichtig. Die zegt wel van, dit ziet er gevaarlijk uit. Maar zeggen ook van, ja luister, dit moet nog maar bewezen worden. En daar hebben ze ook gelijk in. En ik denk dat ze zullen proberen om het onderzoek zo ver mogelijk van de president af te houden. Want zij willen graag dat hun president door kan regeren, omdat ze hun beleid willen doorvoeren. Ja. En een van de vragen die telkens als er een nieuwe bom ontploft rondom Donald Trump, een van de vragen die blijft terugkeren, ook op Twitter, is impeachment. Is dat nu aan de orde? De afzettingsprocedure. Nou, het is nog niet aan de orde. Als het inderdaad zo zou blijken te zijn dat een onderzoek van het parlement dat de president de strafregels van het congres heeft overtreden, dan zou het parlement over kunnen gaan tot impeachment. Het uit het ambt zetten van de president. Er zijn allemaal heel ingewikkeld, allemaal regels voor. Vooralsnog is het niet zover. Eerst moeten we nog maar zien of de Republikeinen in gaan stemmen met een onderzoek dat zou kunnen leiden tot impeachment. Maar wat wel duidelijk is, dat het allemaal een stuk moeilijker wordt voor Donald Trump. Want elke dag komt er iets nieuws naar buiten en elke dag neemt de druk op hem toe en ook op de Republikeinen toe om nu echt een grondig onderzoek te beginnen met een onafhankelijke openbaar aanklager. En dat is juist iets dat het Witte Huis wil tegenhouden. Want je hebt natuurlijk gezien bijvoorbeeld bij Bill Clinton, als je eenmaal zo'n aanklager aanstelt, dan komt er vanzelf allerlei ellende naar boven.